Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben vandaag weer bij Frenkie en Leslie van Vaartiep Rapport. En waarom ben ik gekomen? Corona heerst in Nederland, het coronavirus. Het heeft ook nog een moeilijke naam, die weet jij vast wel, want je hebt het medisch. Meerdere, maar bijvoorbeeld met COVID-19 is een van de bekende namen. Ja, precies. Ja. Ik heb gelezen dat een hond het zou hebben en toen las ik ergens anders weer dat het niet zo was. Nou, het is niet bevestigd. Ze weten niet zeker of het inderdaad of die hond het heeft of dat er gewoon een virus op die hond gevonden is door intens contact met een mens. Dat er gewoon virus van mens op die hond aanwezig was. Oké. Maar dat zorgde er wel voor dat ik dacht ik kom even langs, want is het nu overdraagbaar op paarden? Ja, dat is een leuke vraag. Nee, er zijn natuurlijk twee, moet even twee dingen uit elkaar halen. Hè? Dan bestaat coronavirus voor paard? Ja, dat bestaat. Oh, oké. Je weet al heel lang dat er coronavirussen zijn. En net bij mensen hebben we heel veel stammen van corona. En bij paard hebben dus ook inderdaad de stammen van corona die bij het paard voorkomen. Okay. Equine corona heet dat. Dus equine is het paard, Engels voor paard. Yeah. Dus de paardenvariant. Yes. En die zien we geregeld zien we dat voorkomen. En wat geeft het eigenlijk? Gewoon een milde diarree, soms wat zachte mest, wat buikpijn, soms wat koorts. Het is dan geen coliek? Of valt het dan weer onder de coliek ook? Nou ja, coliek is natuurlijk een heel algemeen buikpijn. Ja. Dus als je niet helemaal lekker bent, je hebt wat diarree, en dan kan je daar ook wel wat lichte buikpijn bij hebben. En maar zijn meestal geen heftige coliekverschijnselen. Okay. En vaak wordt die verspreiding gaat via de mest. Dus het virus wordt via de mest uitgescheiden. Daarmee kan die andere paarden infecteren. Oh. En die kunnen daardoor ook aan binnen stal wat problemen krijgen met de mest, met wat minder eten, wat koorts. Maar meestal zijn het vrij milde symptomen. Okay. En het staat helemaal los dus inderdaad van wat er nu bij het respiratoire virus, wat er met de mensen gebeurt. Oké, dus het coronavirus voor het paard is iets totaal anders dan het coronavirus voor de mens? Ja, het is voor mensen natuurlijk, maar het is niet inwisselbaar inderdaad. Okay. Dus tot nu toe zijn er absoluut geen tekenen waarvan we kunnen aannemen dat het coronavirus wat we nu hebben bij de mens, dat dat over zou kunnen gaan met het paard. Oké, dus we hoeven ons daar in ieder geval geen zorgen over te maken. Maar je geeft aan dat het bestaat ook voor het paard. Is dat veel in Nederland of valt dat wel mee? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Omdat het vaak maar milde verschijnselen zijn, wordt het ook vaak niet onderzocht. Dus jouw paard op stal, als hij wat minder eet en hij heeft wat zachtere mest. Dat is nu tegenwoordig wel een goede test. Hè? Dus we kunnen gewoon op de mest een PCR-test doen, waardoor je dus inderdaad weet dat het inderdaad coronavirus is. Oké. Okay. De vraag is natuurlijk dan van ja, dan weet je wel dat het coronavirus is, maar met die wetenschap ga je ook niet vaak. De behandeling blijft eigenlijk hetzelfde. Je probeert gewoon te ondersteunen. Als het wat meer vocht nodig heeft, geef wat meer vocht. Je probeert het toch te laten eten. Ja, precies. En, als het inderdaad in de uitzonderlijke ernstige gevallen, zou je daar wat meer aan moeten doen. Okay. Maar vaak is dat niet nodig. Het is wel makkelijk om te weten natuurlijk van gaat zo'n infectie rond, dan kan je daar meer maatregelen mee nemen. Ja, omdat je dan moet zorgen dat die mest gewoon beter opgeruimd wordt. Precies, desinfectie en dat soort dingen. Als paarden wat niet lekker zijn en niet goed eten of wat lichte diarree hebben, dan kan je dat testen op corona. En misschien dat we dan een beter idee krijgen van hoeveel komt het echt voor. In Nederland. Maar ik ben wel overtuigd dat het wel geregeld hier en daar voorkomt. Ja. Maar goed, het is niet zo dat zodra je paard een beetje minder is, dat je gelijk een handschoen aan moet trekken, een mest moet gaan pakken en op gaan sturen. Als je het graag wil weten, voor je eigen wetenschap, dan kun je dat doen. Maar ik denk dat het inderdaad vaak in een behandelplan niet meteen nodig is. Okay. Dus in principe doe je niet meer dan anders, dus je geeft wat meer slobber, je zorgt dat ze wat fijner eten. Voor het individuele paard denk ik dat het niet meteen heel veel uitmaakt. Maar zit je in een stalsituatie waarvan je weet, hetgeen wat hij heeft, kan het andere paarden infecteren en moet ik stalmanagement aanpassen, dan kan het wel heel nuttig zijn om te weten. Dus als je meer paarden hebt, is het toch wel verstandig om het even te laten onderzoeken? Ja, ik denk dat zeker in opfokken waar je ziet dat zoiets werkt of dat je een grote stal hebt. En zeker als er meerdere paarden last lijken te hebben, dan denk ik dat verstandig is om eventjes te bekijken. Dus uiteindelijk, ons coronavirus kan niet of zal waarschijnlijk niet overslaan op paarden. Dit is geen reden om aan te nemen dat dat kan. Precies, en als ze wel hun eigen coronavirus hebben en je merkt dat meerdere paarden het op stal hebben, is het verstandig om het gewoon eventjes de mest na te laten kijken. Ja. En dan kun je daarop handelen. Ja, precies. Nou, hartstikke mooi.
Dankjewel. Graag gedaan. Willen jullie meer weten of hebben jullie nog specifieke vragen? Laat het maar even hieronder achter in de comments. Dan mail ik ze allemaal even naar Franklin. En dan gaat hij misschien nog wel eventjes kijken of daar iets tussen zit wat nog beantwoord dient te worden. Voor nu in ieder geval dankjewel. Ja, graag gedaan. Even langs om te komen. En dan heel graag tot een volgende iets. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Tot ziens. Doei.